daar van start gaan. Zit hij erin? Tja, zit hij in de route? Ja, oké, jongens, succes ermee. Zijn opgepaste baanvrijhouder. Premie voor de eerste e-renner. De renners met het rode nummer komen eerst aan de beurt. Premie voor de eerste e-renner. Het zijn allemaal... Premie voor de eerste e-renners. Premie voor de eerste e-renners. De renners met het rode nummer. De renners met het rode nummer. Premie gewonnen voor het rode nummer 5. De renners met het zwarte nummer, premie jongens. Premie voor de zwarte nummers. Premie voor de zwarte nummers. Op, voilà, 13. Johan Vrijden. Volgende ronde premie voor de C-renners. De renners met het gele nummer. Einde van de tweede ronde. Opnieuw aansluiten, we gaan de groene vlag laten doorrijden.
C-runners. Premie voor de C-runners. Dat is Chris Wietvrouwen met het nummer 7. Iemand een vergam kopen, een euro. Kijk, hier Koen Hermans aan het commando. We hebben een achterstand van 17 seconden. Volgende ronde premie voor de D-renners. De renners met het rode nummer. Volgende ronde premie voor de D-renners. De E-renners beter. Einde van de wedstrijd, jongens. De achterstand is te hoog opgelopen. Je mag opnieuw aansluiten. We gaan de groene vlag erop sturen. De renners met het rode nummer. Ja, op nummer 5 of niet. Ron Meijers die de premie in de wacht zweet. Mag ik opnieuw aansluiten? Premie voor de D-renners. We hadden 18 seconden. Ja, voilà, nummer 13. Opgepast van peloton komt daar, maar we moeten aansluiten achteraan. Premie voor de gele nummers. Nummer 7. Nog 7 ronden. Einde van de zesde ronde. Volgende ronde premie voor de E's. De rode nummers. Volgende ronde premie voor de E-renners.
Volgende ronde premie voor de D-renners. De renners met het zwarte nummer. De 7. Met het rode nummer. De E-renners. Premie voor de E-renners. De mensen met het rode nummer. De mensen met het rode nummer. Nog 6 rondes. Ja, nummer 5. Met het rode nummer, de E-renners, premie voor de E-renners, de mensen met het rode nummer, de mensen met het rode nummer, nog 6 rondes, ja, nummer 5. Premie betwist voor de C-renners, de renners met het gele nummer. Premie jongens, premie voor de gele nummers, premie voor de gele nummers, premie voor de gele nummers. Hey, seconde, de achterstand, kom op 5 ronden van het einde. Nog 5 ronden jongens, nog 5 ronden. Een achterstand van 55 seconden. Nog 5 ronden. Bij de voorgaan. Premie voor de gele nummers. Premie voor de gele nummers. De C-renners. Premie voor de C-renners. We hadden 55 seconden. 55 seconden de voorsprong. Krijgen we 2 achtervolgers. Met de nummer 1, Vital Pauwelsen. Met de nummer 17, krijgen we Giovanni Gorga. Krijgen we het peloton. Ook zij komen op 4 ronden. Volgende ronde premie voor de E-renners. Volgende ronde premie voor de rode nummers. De rode nummer premies. Ja.
premie voor de D-runners, de zwarte nummers. Volgende ronde premie voor de D-runners, de zwarte nummers. Rode nummers, premie voor de rode nummers, premie voor de rode nummers. En het is het nummer 1, Martijn Duraan, die de premie in de wacht zweet. Nog drie ronden, jongens, nog drie ronden. Encore trois tours. Wij komen op twee rondes aan het einde. Met premie voor de D-runners, de runners met het zwarte nummer. Dat is voor het nummer 13. Johan Verheijden. Voilà. Johan, premie van de 12. Waarschijnlijk als hij er kan bij blijven. Nog twee rondes. Ja, nog twee rusters zijn er niet. Nog twee ronden. Nog twee ronden, jongens. Kort. Zij gaan de laatste ronde aanvatten. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. De gedubbelde wedstrijd over de kant. Ja, ronde, de bedoeling van de wedstrijd is te zijn. Of er nog één iemand zijn. Daar komen ze. Aankomst, jongens, aankomst. En dan krijgen we hier de winnaar in de D-categorie, Johan Verheijden. Daar komen ze. Aankomst, jongens. Aankomst. En dan krijgen we hier winnaar in de D-categorie, Johan Verheijden. De rest is er al, hè. Ik denk dat we hier van toe vergeten is dat er een D-runner voor aanzet. Opgepast, komt het peloton. Ik denk dat Wim van Uffel vergeten is dat er een D-runner vooraan zat. Winnaar in de C-categorie is Kewe nummer 39, Kenneth Merkel. Zo moeten we het draaien, maar zo. Dat zo. Kenneth, als we dan ons hier zetten, zo een beetje. Ja. Dan maken we op de tweede plaats, krijgen we een nummer 10, Andy Kommer bij. Dankjewel. En dan hebben we een nummer 7, Chris Wittvrij. Chris, waar zit Chris? Van Chris is er ook bij. Ja, ja, het pas op. Het was heel mijn leven al op. Ja, ja, heel mijn leven pas ik al op. Britt. Ik ben ook oppassend. Ja, Britt zit er ook bij. Voilà. Geef ze een applaus, het zingpodium. Kenneth
Kenneth. Dan gaan we door naar de D-categorie. Krijgen we winnaar nummer 13, Johan. Ja. Johan, proficiat. Ja, we krijgen nog een record erbij. Op de tweede plaats krijgen we... Ja, dan. Wim van der Voel. Wim, kom erbij. En dan hebben we met het nummer 8 Frank Suis. Waar zit Frank Suis? Ah ja, is er ook bij. Nee, we hebben eerst Wim van der Voel. Ja, voilà. Dan hebben we... Frank. Wim. Kom maar, geef ze een applaus, Johan Verweijde. Wim van Uffel en Frank Suis. Johan. Dat waren het niet zeker, jongen? Niet zeker, niet goed genoeg. Niet goed genoeg? Maar met die mannen mee, dat moet toch voldoening geven. En ik hoorde een paar keer vragen, hoe ziet het nu zit? Maar van mijn achterbroek kwam niks meer terug, jong. Ja, nee, maar ik wou vandaag echt graag winnen, omdat mijn vriendin is verjaard, dus dat is niet... Ah, dat is ideaal, dat is ideaal. Je kunt met tweeën een rustige peer of een banaan eten. Maar de banaan wil in twee snijden, ja. Geef hem een applausje aan, verrijden. Dan hebben we onze E-categorie. Krijgen we Martijn Duraan. Martijn, kom erbij. De bloemen voor Martijn. En dan hebben we... Op de tweede plaats René van Gils. René, kom er ook bij. En dan op de derde plaats met het nummer 5, Ramon Nuyens. Hallo, geef ze een applaus. Martijn Duraan, René van Gils en Ramon Nuyens. Thank you.